In de Tweede Wereldoorlog zaten er in kamp Amersfoort meer gevangenen dan tot nu toe werd gedacht. Onderzoekers van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort zeggen dat er zeker 45.000 waren. Dat zijn er 10.000 meer dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Het kamp was in de oorlog het eerste grote concentratiekamp van ons land. Er zaten vooral verzetstrijders, Joden en Sovjetgevangenen. Veel van hen gingen naar de kampen in Duitsland. Meer dus ook dan tot nu toe werd gedacht. Verslaggever Mark van der Wel is in kamp Amersfoort op dit moment. Mark, waarom wordt dat nu pas bekend? Rob, er is heel lang onderzoek gedaan naar de aantallen gevangenen die hier achter mij in voormalig kamp Amersfoort hebben gezeten. Dat heeft heel veel tijd gekost. Er was altijd wel sprake van een hoger aantal dan de 35.000 die nu bekend zijn. Alleen moet je dat wel hard kunnen maken. Ik praat erover met Willemijn Meershoek, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ja, ik kan me zo voorstellen dat er in die tijd toch gewoon een administratie was die jullie konden raadplegen. Nou, er was zeker een administratie. De Duitsers zijn daar heel grondig in. Maar die hebben ze vernietigd voordat het kamp werd overgedragen aan het Rode Kruis. Het Rode Kruis, die vanaf 1943 in beeld was, heeft zelf ook nog wel administratie bijgehouden. En dat is wel overgebleven. Maar de rest is door veel uitzoekwerk steeds weer namen aan toegevoegd. 45.000, dat moet voor u ook wel een verrassing geweest zijn. Ja, dat zijn er echt toch meer dan wij vermoed hebben. We wisten al wel dat het naar de 38.000 ging. Maar dan zijn er ook nog 7.000 mensen die in het kamp hebben gezeten. Naar aanleiding van, eigenlijk door razzia's in 44. In Utrecht, Hilversum, Bussum, een stukje in Rotterdam. En bij die razzia's werden hele groepen hier geregistreerd. Niet meer per persoon, maar per aantal. Jullie hebben ook heel veel hulp gehad van archieven in kampen in het buitenland, in Duitsland. Maar ook van mensen die meededen aan een speciaal fotoproject. Hè? Kunt u eens uitleggen hoe dat is gegaan? Ja, we zijn vorig jaar begonnen met foto's te verzamelen van oud-gevangenen. In de leeftijd ongeveer dat ze in het kamp hebben gezeten. Omdat we in ons nieuwe museum straks een grote muur willen hebben met... Dat je in één oogopslag ziet hoeveel, dat het in ieder geval heel veel waren en vrij jonge mannen hier in het kamp hebben gezeten. Dus we vragen nabestaanden een foto te uploaden. En die brengen dan ook heel veel, die komen dan ook met namen die wij nog niet hebben. En ook documenten waarbij ze dus ook aantonen dat ze in het kamp hebben gezeten. Dus zo komen er ook steeds meer namen bij. Nou, dat onderzoek, Rob, gaat nog wel een tijdje door. Zoals gezegd, dat fotoproject helpt enorm. En als straks dat nieuwe museum hier geopend wordt, die nieuwe herdenkingsplek, dan zijn al die gezichten die tot nu toe bekend zijn, zo'n 31.000 namen zijn bekend. Daar komen ook nog gezichten bij. Zijn allemaal in één opslag te zien. Mark, dank je wel.